De prof van de Universiteit van Antwerpen die in de cel zit voor bezit en verspreiding van kinderporno blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer van Veurne vanmorgen beslist. De man hier onder een blauwe deken is vorige week woensdag opgepakt samen met acteur Guy van Sande, omdat ze via het internet kinderporno zouden hebben uitgewisseld. Van Sande is intussen vrij, maar de prof niet. Volgens het parket is hij de speelfiguur in het dossier. Maar zijn advocaten spreken dat tegen. Ik denk dat dat niet juist is. Dat zou ik toch wel eventjes willen rechtzetten. Ik denk dat dat niet juist is, speelfiguur. Dat klopt niet. Wat is zijn rol dan wel? Er zijn bekentenissen afgelegd, dat weten we ondertussen. Dus we weten dat er bepaalde verklaringen zijn. En het onderzoek zal natuurlijk verder uitmaken wat ieders rol is. Ik denk dat daar ook het onderzoek voor dient.